Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de juni-reading doen voor de schorpioen. En ik wil graag beginnen met de magische wegwijzer. Want die wijst alweer zoveel aan. Wat de sfeer is. De moed van de schorpioen. Wat is er voor de schorpioen voor de komende maand? Voor de komende periode? Ik hang er nooit een tijd aan. Het kan altijd gebeuren, kijk wat resoneert. Het kan ook over iemand gaan in je nabije omgeving. Schorpioen, wat is er voor jou? Vanuit de magische wegwijzer, welke weg wil de magie je wijzen? Kijk eens, metamorfose. Oké, nou dat kan een heleboel betekenen. Ik ga meteen ook de wijsheid van het orakel erbij halen. Schorpioen, de wijsheid van het orakel. De wijsheid van het orakel. Deze moet eruit. We gaan kijken. Metamorfose. Het is ongelooflijk. Verandering van windrichting en een metamorfose. Het is werkelijk, werkelijk ongelooflijk dat die twee kaarten zo duidelijk met elkaar te maken hebben. Ik ga kijken wat het boekje zegt over de metamorfose. Je zit in het proces van een diepe en mooie verandering. Oh, schorpioen. Ik kan het niet geloven. Het zijn twee verschillende decks. Het is zo duidelijk. Er is hier een schorpioen in verandering. In transitie. Met veel moeite krijgen vlinders hun vleugels. Veranderen doet vaak pijn, want het gaat nooit zonder verlies en opofferingen. Als je van de ene gedaante overgaat in de andere, moet een deel van jou sterven. Loslaten is niet gemakkelijk, vooral niet wanneer je gewend bent om op een bepaalde manier over je leven en de manier waarop je dit vormgeeft te denken. Net zoals een slang vervelt of een rups sterft, zodat er een vlinder kan worden geboren, word jij ook gevraagd om oude ideeën los te laten en een noodzakelijke verandering te omarmen, zodat je je leven op de beste manier kunt leven. Misschien moet je het gevoel van weinig eigenwaarde loslaten. Dat zou er wel eens onder kunnen zitten, schorpioen. Misschien moet je het gevoel van weinig eigenwaarde loslaten, een droom loslaten die niet langer aan je doel beantwoordt, een relatie beëindigen die je uitput of ophouden met ongezonde gewoonten. Ondanks je angst mag je accepteren dat het nu tijd is om te transformeren. Dit houdt een bepaald verlies in, maar je zult blij zijn met wat je krijgt. Je kunt niet groeien zonder verlies. Er zijn altijd pijnen. Ergens gaat er weer een deur open als je een ander sluit. We kennen allemaal dat cliché. Maar je kunt niet altijd alles delen. Als je een kast opruimt en je gooit truien weg, kun je weer één nieuwe erin leggen. Of helemaal niks nieuw kopen en ruimte creëren. Wegdoen is ook ruimte creëren. Ook al, ja, ik heb het nu over een kledingkast, maar het kan ook gaan om contacten. Ga weer eens door je contacten en kijk wat jou nog dient. Opruimen, lucht scheppen, wegstrepen, afstrepen. Het hoort allemaal bij verandering. Omgekeerd betekent de kaart, er kunnen momenten van chaos en duisternis zijn. Net zoals bij de rups die groeipijnen ondervindt als hij zich tot een vlinder ontwikkelt. Prachtig voorbeeld is dit. Je hebt de neiging om het slechtste te verwachten wanneer de eerste moeilijkheden zich voordoen. Wanneer je iets wordt ontnomen. Of onverwachte omstandigheden je uitdagen oude ideeën los te laten over hoe het leven eruit zou moeten zien. Je bent geen slachtoffer. Liever gezegd, je ervaart nu het tijdelijke ongemak waar we allemaal doorheen moeten voordat de schoonheid wordt onthuld. Het is ongelooflijk. Het zijn groeipijnen. Maar je wordt er sterker van. Het heeft alles te maken met keuzes maken, met loslaten. En je voelt dan ergens ook wel, dat is het gevoel wat ik heb bij die schorpioen. Je voelt ergens ook wel dat je een bocht wil maken. En dat je een afslag wil nemen. Maar het kan nog zijn dat je 10 keer eerst doorrijdt, voordat je dat durft. Oh, het is prachtig. Het is zo mooi.
Een schorpioen in transitie. Het is zo duidelijk. Misschien ben je er al mee bezig, maar de komende periode gaat er wel iets duidelijk veranderen. Dat is wat mijn gevoel zegt. Kijk eens. Sorrow over loss. Nou, ik pak deze er ook bij, want ze vallen eruit. Wat willen we nou nog meer? Het wordt zo duidelijk benadrukt in deze legging. Lieve schorpioen, voor de komende periode. Er is verdriet over een verlies. Ik denk dat je er al mee bezig bent. Of dit staat jou te wachten. En wat dat verlies is, hè? Het kan een persoon zijn. Het kan een situatie zijn. Het kan een oude gewoonte zijn waar je afscheid van gaat nemen. Probeer in ieder geval niet met bijvoorbeeld een oude gewoonte, hè, misschien een verslaving, dat je rookt. Probeer er niet een vervangende verslaving voor terug te krijgen, tenzij het gezond is. Misschien heb je de natuur helemaal gevonden of ben je helemaal op allerlei groentes je aan het richten. Het kan een heel klein iets zijn waar je afscheid van neemt. Kleine stapjes, maar het kan ook zijn dat je iets groots gaat omzetten. Misschien besluit je om je baan op te gaan zeggen of een partner inderdaad een relatie mee te beëindigen. Omdat je zelf uit die rups een vlinder wil worden en je hebt het gevoel dat je ergens vast zit. Dat je niet uit je kokon weg kan. Er komt een verdriet over een verlies. Maar dat gaat over, want je krijgt ervoor terug. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Er zijn krachten die tegen je werken. Ik heb heel duidelijk het gevoel dat in het veranderingsproces waar je in zit, dat heel veel mensen eigenlijk niet zo goed uitkomt. Omdat ze zien dat je aan het veranderen bent. Misschien ben je wel grenzen aan het stellen. Of je belt ze niet meer zo vaak. Of je staat niet meer zoveel klaar. Het kan van alles zijn. Ik weet niet wat het is, schorpioen, waar je zelf last van hebt en wat je eigenlijk niet meer wil. Het kan van alles zijn. Maar het heeft altijd een impact op, of een impact, in ieder geval heeft het invloed op de omgeving. Omdat mensen ook zien dat je aan het veranderen bent. Dat je in je gedrag aan het veranderen bent of omdat je stappen neemt met een verhuizing of een baan. En dat je keuzes maakt voor jezelf. Laat je niet weerhouden door die krachten buiten je. Er zullen misschien mensen zijn die je ergens van af willen houden. Volg jezelf, blijf jezelf trouw. En wat hebben we nou hier? In je energie komt een man. Er komt een man in je energie en die zou wel eens invloed kunnen hebben op wat jij aan het doen bent. Misschien is het, ik zeg ook, hè, er komt een man in je energie, maar misschien is deze man al in je energie en ga je hem gedag zeggen. Of je nou een man of een vrouw bent, hè. Het kan gaan tussen een man en een vrouw, een man en een man, een vrouw en een vrouw. Maar het kan ook gaan tussen moeders en dochters, moeders en zonen. Dus het kan ook vaders en zonen. Ik kan niet altijd alles noemen, maar kijk wat resoneert. Er is iemand die ook te maken heeft met jouw verandering. Het kan je partner zijn die je verlaat. Het kan zijn dat je juist iemand ontmoet, omdat je nu eindelijk durft om jezelf over te geven in iets waar je gewoon zin in hebt. Het is zo duidelijk. Ik ga deze nog voorlezen, want ik ben veel te nieuwsgierig. Het is ongelooflijk, schorpioen. Je bent aan het veranderen en je zit in verandering. Het is zo duidelijk. Alle kaarten benadrukken het. En ze bevestigen elkaar. Ik ga kijken. Het is wel toevallig. Het is kaart 12. En ik sla het boekje open. En ik zie 21, het omgekeerde van 12. En dat gaat over opruimen. Ook dat heeft hiermee te maken. Hoe gek is dat? Het is geen toeval. Verandering van windrichting. De wezenlijke betekenis van deze kaart. Het gevoel dat er iets gaat veranderen. Je voorbereiden op een storm. Je bewustzijn dat je plannen niet reëel zijn. Onzeker uit welke hoek de wind gaat waaien. Het is menselijk om naar zekerheid te verlangen en je te verzetten tegen verandering. Willen dat de wereld net zo consistent blijft als de strepen van de zebra. Maar toch ervaren we niet alles als zwart of wit. En niets blijft zoals het is. Het enige wat zeker is, is verandering.
Het is nu een tijd van de transformatie, omdat de omstandigheden van buitenaf tijdelijk niet in overeenstemming zijn met je wensen en verwachtingen. Houd koers en bedenk dat zelfs een storm de lucht klaart, zaden verspreidt en de aarde voedt met betere dingen in het vooruitzicht. Wauw, het leven staat op het punt om interessant te worden. Anticipeer met nieuwsgierigheid terwijl je je afvraagt wat de veranderende wind je zal brengen. De magie zit verborgen in het onbekende. De boodschap voor een relatie, die noem ik even omdat deze man hier ligt. Donker haar, blond haar, jong, oud. Het is een manspersoon. En het hoeft dus niet een geliefde te zijn, hè? Of iemand, een ex. Het kan ook een broer zijn, of een vader, of een oud-oom, of een collega. Ik heb toch het gevoel dat het wel iets te maken heeft met... hoe zal ik het zeggen? Met overgave. En vraag me niet wat dat betekent, dat weet jij. Boodschap voor de relatie. Ook in relaties heb je periodes waarin het lijkt alsof partners niet meer bij elkaar passen. En stormachtige emoties en stemmingen een eind aan een relatie dreigen te maken. Misschien verandert een persoon van gedachten en vertrekt. Deze stormen bieden gelegenheden voor wederzijdse groei. Een manier om je eigen gedachten beter te begrijpen. En te weten wat jij nodig hebt om echt gelukkig te zijn. Wees er zeker van dat de huidige gebeurtenissen tot iets goeds leiden. Ga tijdelijk ergens anders wonen en neem afstand van drama. De lucht zal opklaren en alles wordt weer fris en als nieuw. Ook dit gaat voorbij. Wauw, wauw, wauw. Wat sluiten deze kaarten fantastisch mooi aan. Ik leg deze man hier op. Hij heeft hier wel heel veel mee te maken. Het kan zijn dat je afscheid neemt van iemand. Het kan ook zijn dat je tijdelijk afscheid neemt van iemand. Maar het kan ook iemand zijn die op jouw pad gaat komen, omdat je zo duidelijk in die verandering zit. En het is ook aan je te zien. En ik voel het ook. Ik krijg er helemaal energie van. Maar stap voor stap, want er is ook verdriet. Misschien ga je deze man wel verliezen. Ga je deze man achter je laten. Ah. Ik ga kijken wat er nog meer is voor de komende periode, voor de schorpioen. Een andere, kijk eens, karma is a bitch. Er komt iets als een boemerang op je terug. Het is werkelijk ongelooflijk. Ik heb toch het gevoel dat je dit al mee hebt gemaakt en dat je daardoor ook in staat bent om nu werkelijk die sprong te gaan maken. Om te veranderen van richting, om te veranderen van windrichting. Ja, het heeft ook te maken met iemand die probeert om iets tegen te houden. Is dat herkenbaar voor je, schorpioen, dat je dat ook geprobeerd hebt bij iemand die jou wilde verlaten of iets wat veranderd zou gaan worden in werk op kantoor en dat je hebt geprobeerd om het tegen te houden? En dat je nu zelf die vooruitgang wil boeken en dat iemand aan jou gaat trekken. Kijk eens, er komt er nog eentje. Ja, karma is a bitch. Maar het is ook vechten. Het is ook vechten. Ik heb het gevoel, wat ik net al zei, dat karma iets is wat je al ervaren hebt in het verleden. Maar wat je nu ook als een boemerang terugkrijgt van omgeving die het heel moeilijk vindt dat jij aan het veranderen bent. Wat het dan ook mag zijn, hè? Ik gaf het al aan in het begin van de reading. Dat je mensen misschien niet meer zo snel belt, dat je niet meer zo snel klaar staat, of dat je juist hebt besloten dat je wat socialer wil gaan zijn. Het kan van alles zijn, maar het is vechten voor je. Wat ik net zei, stap voor stap, je bent er niet zomaar. Maar je weet wel voor jezelf hoe je het niet meer wil. En ik heb heel sterk het gevoel dat er best nog wat patronen doorbroken mogen gaan worden. En dat weet jij ook. Je wil het anders. Ben je 50? Ben je 60? Ben je misschien 45 en loop je naar die transitie toe? En omdat je allerlei vragen krijgt voor jezelf. Van waarom doe ik dit? Waarom ben ik met diegene? Ik wil het leven leven. Dat is wat ik hoor. Maar het gaat niet makkelijk. Groeipijnen. Je herkent het wel.
Je herkent het. En als je het niet weet omdat het moeilijk is, dan denk je, ja, dat is een groeipijn, groeistuip. Deze moet eruit. En ik wil er nog eentje. Kijk eens, hij draait al om. Je mag iemand een kans geven. Nou, ik wou bijna zeggen, geef jezelf maar die kans. Ik denk namelijk dat dit te maken heeft in deze legging, in deze combinatie en het gevoel wat ik heb over de reading, dat jij iemand al heel vaak een kans hebt gegeven. En ik weet niet of dit specifiek voor deze persoon is bedoeld, of dat het om meerdere kansen gaat, dat je zegt nee, en nu is het mijn beurt. Ik heb mensen al een kans gegeven en nu ga ik mezelf een kans geven. Namelijk stappen maken, nieuwe windrichting. Ik voel heel veel power. Kijk nou eens. Je mag wel op je geld letten. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar hou daar wel rekening mee. Kan zijn dat als je in een situatie zit waarin je je baan gaat opzeggen, dat dat jouw stap is. Ik hoop wel dat je dit dan goed regelt. We gaan naar de oomschetsjes. Ik ben heel benieuwd welke tekening die laat zien. Kan zomaar iets heel anders zijn, maar meestal sluiten alle kaarten aan in mijn readings. Het is werkelijk ongelooflijk. En daarom is het ook zo mooi. Hè? Je kunt zien wat er gebeurt. Ik schud ze in de camera. Er is niks van tevoren bewerkt of geregisseerd. Het is werkelijk spirit van hoger hand. Komt dit bij mij? Deze moet het zijn. Kijk nou eens. Muziek maken. Ik associeer dit met je bent vrolijk. Misschien ga je wel gitaarles nemen of iets in die sfeer doen. Je gaat andere dingen doen. Maar het geeft ook voor mij een teken van vrolijkheid. Absoluut. Absoluut. Het heeft alles te maken met ik heb er zin in. En ik ga nou eens een keertje mezelf een kans geven. Dit is heel duidelijk. Deze kaart heeft een dubbele betekenis. Het wil namelijk aangeven dat je al heel veel mensen of misschien één specifiek persoon kansen hebt gegeven. En nu ben je zover dat je zegt nee. Ik ga mezelf een kans geven. Ik ga het anders doen. En je neemt verdriet van verliezen of verlies op de koop toe. Want je realiseert je wel dat het nieuwe ook inderdaad dingen kunnen brengen die je tegenvallen. Wat er net ook in de wijsheid van het orakel al werd gezegd. Want je weet nog niet. Je weet nog niet hoe het gaat. Dat gitaarspelen, misschien bevalt het je helemaal niet, maar je gaat het ervaren. Je gaat nieuwe ervaringen opdoen en gaandeweg kom je erachter, dit is niks voor mij. Of ja, dit is leuk. Als je het niet probeert, zul je het nooit weten. Ik ben heel benieuwd wat de rol is van deze meneer. Ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik wil even kijken naar... Wat heb ik hier nog? Want deze kaart, daar wil ik toch nog het eventjes over hebben. Ik heb het net ook al gezegd, maar ik wil echt benadrukken dat je je niet in de weg moet laten zitten door mensen die je proberen tegen te houden. Want je wordt eigenlijk uitgetest, ook door het universum. Van goh, hoe beïnvloedbaar ben je? Hè? Hoe krachtig ben je dat je doorgaat? En kijk... De kaart van juni, een engel. Je wordt ook beschermd. Het is zo'n prachtige reading, schorpioen. En ja, er zal verdriet zijn over een verlies. Maar je kunt altijd weer, hè, over jaren kan het altijd weer zo zijn dat je iets terugpakt. En je hoeft mensen niet definitief de rug toe te keren. Dat hoeft helemaal niet. En het kan trouwens ook zijn dat er hier een schorpioen is die werkelijk... Iemand gaat verliezen aan een overlijden. Dat kan, maar dat gevoel heb ik niet. Omdat deze kaart in deze combinatie in de reading en de energie, wat ik net al zei, heel duidelijk te maken heeft met een schorpioen die wil veranderen, een metamorfose ondergaat, van binnen en van buiten, het anders wil gaan doen en dat kost verliezen. En dat is wat hier ligt. Nou, lieve schorpioen, succes!